Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Het is nu bijna 2 uur en ik heb al 2 keer de trein gemist. Dus dat is best wel fucked up. Maar ik pak... Wacht, ik pak even mijn telefoon. Wat zei ik? Oh ja, 2 uur. Het is bijna 2 uur bedoel ik. En dan ga ik met de trein naar richting Rotterdam. Want ik ga vandaag naar Brennen toe. En daarna gaan we waarschijnlijk naar Den Haag. Naar Scheveningen, want het is lekker 30 graden. Ik zweet nu al, oh my god. Dat is echt zo irritant. Zo, ik ben net aangekomen in Rotterdam. En het is me net opgevallen dat ik nog best wel opgezwollen gezicht heb. Want ik heb maandag een laserbehandeling gehad. Dus ik zie nog wel dat er wat vocht in mijn gezicht zit. Wat ik wilde zeggen is dat de planning gewijzigd is. En dat we nu niet meer naar Scheveningen gaan. Omdat het best wel druk is. En ik ben ook aan de late kant gekomen. Maar het is nu alweer 4:30. En ik denk als we nu naar Scheveningen zouden gaan. Dan stonden we in de file. Dus dan gaan we nu gewoon lekker naar de dierentuin. En ik heb hem ook al 6 weken niet gezien. Dus we kunnen ook een beetje bijpraten en zo. Want volgende week gaan we naar Ibiza. Maar ik stap nu uit de auto. Want hij is even een parkeerkaartje gaan halen. En dan gaan we naar de dierentuin in Blijdorp. Oh mijn god, ik ga jullie iets vertellen. Dus het is best wel laat, toch? Bijna 5 uur inmiddels. En de dierentuin gaat om 6 uur dicht. Dus wij dachten, ja, het heeft geen nut. Kunnen we net zo goed een dagje vroeg gaan. Dus ik moest naar het toilet. En daarna dachten we, misschien kunnen we gewoon naar binnen lopen. En die man, die liet ons gewoon naar binnen lopen. Dus nu zijn we gratis hier. Hey. Deze is gesloopt. Oh my god. We zijn gewoon gratis naar binnen hier. Hè? Dat is echt lelijk eigenlijk. Dus, als je gratis naar de dierentuin wil, moet je gewoon zeggen dat je naar de toilet moet. Dan gunnen ze je vanzelf wel. Mama, als je deze vlog kijkt, kijk hier hoe mooi. Mijn moeder is bang voor slangen, dus als ze dit ziet, gaat ze stoppen met kijken. Ja. Dit, hoe deze gozer hier gewoon zo ligt, dat wil ik nu ook op dit moment. Doji, hey, hij luistert. Ja. We chillen echt keihard. Wij zijn net terug van de dierentuin en ik heb me eventjes snel een beetje geüpdate. En we gaan nu uit eten zometeen bij Harbour Club. Dus ik zie jullie zometeen daar binnen als we aan het eten zijn. Nou mensen, we gaan lekker eten. Ik heb een ribeye van 300 gram. Wat heb jij? En ik heb een cocktail. En die ga ik nou eten. Drinken. Lekker man. Nou, we zijn net klaar met eten. Weet je, ik denk heel de tijd aan vakantie. Wij gaan volgende week naar Ibiza. En ik heb er echt veel zin in. Hey iedereen, we zijn nu onderweg naar huis. En de dag zit er alweer bijna op. Ja, eigenlijk zijn we net al aangekomen in Den Bosch. Nee, ik ben niet scherp. En ik ga zo meteen douchen en mijn tanden poetsen. En dan ga ik gelijk slapen, want de volgende dag moet ik ook weer vroeg op. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is alweer de volgende dag. Het is nu 11:15 en ik ga onderweg. Ik ga zo meteen naar Kamp Vught met familie. Ik denk dat heel veel mensen het verhaal al weten van Kamp Vught. Over de Duitsers en Hitler.
Alleen nu gaan we zien hoe dat daar in werkelijkheid allemaal verliep. Weet toch, die gaskamers en zo. En ik weet niet of je daar mag filmen. Maar als het niet mag, dan probeer ik wel gewoon een paar beelden in de video te verwerken. En anders zie ik jullie straks weer. Nou, we zijn net, ik en mijn moeder zijn net bij de concentratiekamp, bij kamp Vught. En ik mag niet filmen, dus ik ga mijn camera zo opbergen. En als we klaar zijn, dan vertel ik wat ik allemaal heb gezien en waar het allemaal is. Dit is eigenlijk het SS-terrein waar we allemaal leven, waar ze allemaal hebben geleefd en vermoord werden. Dus ik ben benieuwd. Hier is het eigenlijk. Hier heb je nog van die huizen die gebouwen werden. En dan had je zeg maar een soort administratiehuis. En daar werd dus bepaald wie er wel en niet gedood werd. En dan stel dat je gedood werd, dan moest je door een poort heen. En dan weet je al, oké, van je gaat dood. Dus dat was best wel heftig om te zien. Je ziet ook gewoon de poort en zo, waar de mensen doorheen gaan. Maar moet je je voorstellen dat als jij daarin zit en jouw naam wordt aangevinkt en je moet gewoon door de poort en dan ben je gewoon dood. Dat is echt heftig eigenlijk. Maar ja, dat is dus gebeurd. We zijn nu onderweg naar een restaurant, want we gaan even ergens in de buurt eten. Ik en mijn moeder. Dus dan zie ik jullie straks bij het eten. Zo, we zijn aangekomen bij lunch room. Hoe heet dit, man? Brasserie, de brasserie 155 of zo. En ik heb altijd standaard cassis. En ik weet al wat ik ga bestellen. Kreeftensoep. Mam, jij ook kreeftensoep? En een club sandwich. Dat is altijd goed. Tot zo bij het eten. Wat vond jij van Kamp Vught? Ja, interessant, leuk, maar wel te lang en te warm. Ja, het is wel warm. Het is 32 graden en ik was alleen maar aan het praten. Maar ondertussen stonden ook in de zon, dus we gingen alleen maar zweten. Maar het was zo leerzaam om te zien, zoals ik net ook al zei, als je door de poort gaat, dat je dan weet in je hoofd van je gaat dood. Dat is het heftigste, denk ik. Kom aan, doe maar hier. Dankjewel. Hij is lekker, hè? Ja. Zo, die kreeftensoep is echt lekker. Ik ga even genieten van mijn eten, hoor. Even een toetje. Nou, we zijn onderweg naar huis. Oh, ik ben helemaal moe. Ben je helemaal moe, mam? Echt waar. Ja, ik ook. Mijn buik is rond en vol en dan straks weer de tweede ronde. Oh, mijne ook. Lekker toch? Ja. Maar we hebben dus de barakken gezien. En eigenlijk, dit was allemaal Hitler's plan. En hij vertelde ook, de man die de rondleiding gaf, vertelde ook dat aan het eind van de concentratiekamp hij zichzelf verstoppen onder de grond in een barak. Toen hebben ze eerst pilletjes ingenomen, zodat ze verdoofd werden van de pijn of zo. Daarna heeft hij eerst een vrouw doodgeschoten. En daarna zichzelf, omdat hij al wist dat hij vermoord zou worden door de Amerikanen en de Russen. We hebben ook de luizenkamer gezien. Mam, hoe heette die andere? De fossielen of zo? Ja, de commandantkamer. Iets van de commandantkamer. Wat was het ook alweer? Ja, maar die fossielen, dat was een soort fossielkamer of zo. En daar werden dus mensen doodgeschoten, gewoon in de avond. En dat konden andere mensen gewoon horen. Dus als je gewoon 3 schoten hoorde, dan wist je, oké, er zijn 3 mensen vermoord. En zo ging dat eigenlijk. Dat was wel heftig. Maar ja, ik ben bijna thuis. Ik loop nou de brandgang in. En dan ga ik denk ik even een dutje doen. Want vanavond gaan we weer uit eten. Dus dan kan ik ook even mijn eten laten zakken.
En dan zie ik jullie straks weer bij het eten. Iedereen heeft witte schoenen. Wit, wit. Oh nee, doei. Witte schoenen. Witte schoenen, witte schoenen, witte schoenen. Witte schoenen. Allemaal witte schoenen. Behalve. Kan echt niet. We are 32 graden, hij staat hier. 32 graden. Iedereen heeft blote benen. Behalve. Hey! Kijk, als je nu geen pannen maakt. Wanneer de beurt? Ik heb al een pannen. Maak een pannen. Wanneer de beurt? Wanneer? Maak, maak, maak. Hij is groen. Nou, we gaan weer naar huis toe. Volgende. Goedenavond iedereen. Ik ben net thuis. Of ja, niet net, een uurtje geleden. Ik heb even gedoucht. Ik heb mezelf opgefrist, mijn tanden gepoetsen, mijn make-up eraf gehaald. Zo lekker als je make-up eraf haalt. Ik ga zo meteen nog even leren voor mijn examen. En daarna heb ik morgen in de ochtend dus het examen. En die duurt waarschijnlijk 4 of 5 uurtjes. Dus het is nu best wel vroeg nog, 10 uur. Ik slaap meestal rond 12 of 1 uur. En dat wou ik nog eventjes zeggen. Ik ben best wel moe. Ik heb heel weinig geslapen deze dagen. Ik wil jullie gaan bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje achter te laten. Maar mocht je content hebben of vragen stellen of dergelijke, dan kan je een berichtje laten. Ik zet hier mijn Instagram onder. Kan je daar een berichtje sturen of mijn e-mail, dat mag ook. Dus voel je vrij om je ideeën te delen. Peace, doei doei.